MMA DNA zit hier met middleweight glory, middleweight contender Jason Wilnis. Jason, wat mij betreft de allerbelangrijkste vraag. Je komt natuurlijk terug van blessure. Hoe is het met je? Ja, goed. Het gaat goed met me. Ik was aan het herstellen. Ik had ook een tijdje rust genomen ook. En nu gaat het goed. Ik doe gewoon weer alles in training en ben aan het voorbereiden voor mijn aankomende partij. Je vecht tegen Simon Marcus. Is natuurlijk geen onbekende van je. De laatste partij was redelijk controversieel, split decision. Mensen spraken veel over de Muay Thai versus kickboksen. Hoe kijk jij zelf terug naar die partij? Ja, ik vecht tegen Simon voor de vierde keer nu. Ik ken hem wel een beetje. Hij vecht niet echt heel verrassend, weet je. Hij blijft ongeveer hetzelfde vechten, dus dat is wel goed voor ons, voor onze gameplan. Die laatste partij won hij op split decision. Hoe dan ook waren we het niet mee eens, weet je. Ik en mijn team. Dus nu gaan we het recht zetten. Hij heeft meer de Thai-stijl, ik heb meer de K1-stijl, kickbox-stijl. Hij wil wat graag een clinchen en zo, maar ik denk wel dat mijn stijl beter is tegenover hem. Ja. De vorige partijen scoorden ze vooral trappen. Er is best wel veel discussie van, is het trap op arm een blok of is het een trap? Ga je zelf voor jezelf ook iets aanpassen naar de vorige decision? Ja, we gaan zeker iets aanpassen, weet je. Kan ik niet te veel over zeggen, dat is een beetje ons gameplan. Maar in de laatste partij gaf ik hem wel veel low kicks, maar blijkbaar telden ze die niet op de scores. Dus nu gaan we wel wat aanpassen, ik denk wat minder met de low kicks, maar met wat andere dingen afronden, maar daar kan ik niet te veel over zeggen, ja. Simon is vooral van het trash-talken, terwijl jij eigenlijk heel erg stoïcijns bent. Je blijft altijd rustig. Wat vind je eigenlijk van trash-talken in het algemeen in de sport? Kijk, je moet wel een beetje een partij maken. Een beetje om het heet te maken. De mensen moeten kijken, ze moeten erop afkomen. De promoters willen ook wel dat je dat doet, weet je, om het groter te maken, een partij. Maar ik zelf ben niet echt van het trash-talken en... we maken het gewoon warm met je handen en je benen. Vooral als vechters elkaar gaan beledigen, dat vind ik wel een beetje minder. Kijk, je kan wel wat zeggen en een partij groot maken, maar dat beledigende vind ik wel een beetje, dat doe ik niet zo gauw. Maar daarom heb ik ook minder respect voor jongens die het doen. En ik lach ze ook gewoon uit. Als ze verliezen, dan lach ik ze twee keer zo hard uit, dus... dat is dan weer zo grappig. Maar ik ben voor mezelf gewoon rustig, ja. Het is bijna een jaar geleden dat je gevochten hebt. Straks als je in de ring stapt. Voor jou is dat denk ik de langste tussentijd in je carrière tussen twee partijen. Heeft deze rust je goed gedaan, denk je? Ja, het is ongeveer een jaar geleden. Ik heb nooit zo lang rust gehad in mijn carrière. Ik vecht al een tijdje en... ook na een partij dat ik gewoon rust heb genomen. Na deze partij heb ik echt... 2, 3, 4 maanden bijna niks gedaan. Gewoon heel af en toe ging ik wel eens trainen. 1 keer in de week om het bij te houden. Ik denk wel dat het ergens goed is voor me. Want mijn trainer en nog een andere trainer zeiden ook van... dat je rust moet nemen, weet je, om bij te tanken. Dat is wel goed. Want dan herstel je ook beter van blessures. En je mind ook, weet je, tussen je hoofd maak je dan weer klaar voor. Dus... dat was zeker goed, die langere rustperiode. Ja. Als je zeg maar nu kijkt, we zitten hier nu bij Colosseum. Wat veel mensen vergeten is dat je pas 27 jaar bent en je hebt al hartstikke veel bereikt. De afgelopen 10 jaar, welke partijen zijn je zelf het meest bijgebleven? Ja, ik noem het zelf niet zo dat ik heel veel heb bereikt, weet je. Voor mij is er nog heel veel te bereiken. Zeker ook in Glory en met tegenstanders die ik nog... wat kan laten zien. Voor mij was het hoogtepunt toch mijn titelgevechten. Eigenlijk alle drie. Mijn Showtime titel die ik altijd al wou. En op de laatste dag kon ik daar toch voor vechten. Dus dat was heel mooi. Was ook een hoogtepunt. En die eerste titel van Glory tegen Simon Marcus. Ook, dat was ook echt een mooie overwinning. En in het begin carrière had ik ook wel mooie overwinningen. Dus... daar ben ik wel blij mee. Maar voor mij, ik moet nog meer van dat soort gaan bereiken. Dus ik ben er nog zeker niet.
Je gevecht tegen Marcus wordt natuurlijk echt een contender gevecht. De winnaar gaat voor de titel vechten. Yusri en Pereira ben je allebei al verschillende keren tegengekomen. Vooral Pereira had 2 keer, Yusri volgens mij 1 keer. Wat verwacht je eigenlijk van de partij tussen die 2 heren? Ja, ik heb tegen beide heren gevochten. Tegen Yusri helaas verloren die laatste keer met die medical intervention. Maar ja, die partij wil ik zeker ook nog recht zetten. Ja, ik denk dat het een mooie partij wordt tussen Yusri en Alex Pereira. Ik durf niet zo gauw te zeggen wie er gaat winnen. Vooral naar wat ik laatst heb gezien. Maar ja, beide heren zijn welkom als we als winnaars uit de pot komen. Dus kijk er naar uit om tegen één van hun te staan. Ja, zeker. Je broer en jij vechten allebei op het hoogste niveau. Dat doe je natuurlijk al jaren. Wat ik me eigenlijk wel eens afvraag is, hoe ging dat er vroeger aan toe? Hoe vroeger? Thuis bedoel je? Ja, thuis. We deden wel veel samen. We waren echt een familie, weet je. Toen voetbalden we nog. Ja, toen wou ik altijd met hem mee, weet je, mee naar buiten. Hij nam me nooit mee, vond me altijd te jong en vervelend. En ja, we gingen eigenlijk altijd wel goed met elkaar om. Af en toe was er wel eens een vechtpartij. Dus ja, dat is normaal. Maar toen, ja, later werden we ouder, ja, wat volwassener. Maar we zijn altijd wel echt als broers met elkaar omgegaan. En nu ook steunen we elkaar. En we zijn samen ook de sportschool binnen gelopen. We zouden nog terug gaan naar het voetballen en toen zei hij van nee, laten we gaan trainen. Het is een nieuwe sportschool en zo zijn we bij elkaar gebleven ook. Is die band ook echt sterker geworden, ja. Je hebt bij onze collega's van Vijzen heb je aangegeven dat je wellicht in de toekomst ook wel eens misschien een kijkje bij het MMA wil gaan nemen. Heb je voor jezelf ook een doel voor ogen wanneer je dat wil gaan doen? Ja, kijk, ik was het een beetje aan het trainen, een beetje aan het worstelen en MMA-partij aan het bekijken. Dat leek me wel leuk ook om te doen. Gaf me wel een bepaald gevoel en prikkel toen ik ermee bezig was. Dus ik vind het echt leuk om te doen. En mijn trainer zegt van, ja, ga het een keer proberen, weet je. Dus ja, ik wil het wel een keer proberen. En misschien wel een record erin bouwen, weet je. Ja, wie weet wat er niet is. Kan er nog komen, UFC of of Bellator, dat zijn echt grote organisaties. Dus hoe mooi is dat om daar straks te staan? Weet je, ja. Ja, goed voorbeeld is natuurlijk Gökhan Saki, die van Glory is overgestapt naar de UFC. Volg je zijn verrichting ook? Ja, zeker. Ik heb ze beide partijen gezien in de UFC. Dus we volgen zeker wat hij doet. Eigenlijk daarvoor ook al volgden we al zijn partijen en ja, nu ook in de UFC. Ja. Zeker. Je vecht natuurlijk augustus. Ongeveer 2 maandjes later staat het evenement in Amsterdam op het schema. Stel je pakt die partij tegen Marcus. Zou je dan er open voor staan om in Amsterdam te vechten? Of wacht je dan liever toch dat je wat langer op kan trainen naar een titelgevecht? Ja, ligt eraan. Het zou wel mooi zijn als ik in Amsterdam ook kan vechten. Vooral als ik goed ben hersteld van deze partij. Dan zou het wel mooi zijn. Dan ben je ook nog lekker warm van je vorige partij. Weet je. Je zit lekker in die ritme. Dus ja, als ik win, dan hoop ik dat ik in Amsterdam ook kan vechten. En ja, anders niet ergens dit jaar ook nog. Dus ja, ik hoop gewoon dat ik in Amsterdam kan vechten. Ja, anders niet later. Ja.